Welkom allemaal bij deze sessie over de RWZD als energiehub. We gaan het hebben over de kansen die de RWZD kan bieden in de energietransitie. Ik ben Jacqueline Laumans, ik werk voor de STOA en ik coördineer daar het programma WARES. WARES staat voor Waterbeheer en Regionale Energiestrategieën. En dat is een onderzoeksprogramma dat de STOA en de Unie samen uitvoeren. Om te bekijken hoe waterbeheer kan bijdragen aan de energietransitie. En we onderzoeken thema's als aquathermie, de opwek van energie. Dus dat gaat ook over zonnepanelen en windmolens, opslag, governance. Want bij de energietransitie komen ook heel veel nieuwe vormen van samenwerking kijken. En juridische aspecten. Vandaag gaat het voor de kansen voor de RWZD als Smart Energy Hub. Want we zien in de energietransitie steeds meer dat het niet alleen maar gaat om hoe kunnen we al die energie op een duurzame manier opwekken, maar ook hoe kunnen we vraag en aanbod goed op elkaar afstemmen. En dat speelt zowel bij de waterschappen zelf als in de maatschappij breed. En de waterschappen kunnen daar dus voor zichzelf op zoek gaan naar oplossingen, maar ook hoe ze daar in de maatschappij aan kunnen bijdragen. Dan gaan we nu even naar het programma kijken. Welkom hebben jullie zojuist gehad. Fijn dat jullie er allemaal zijn en blijven mensen binnen druppelen. We gaan eerst even jullie feitenkennis checken. Wat weten jullie allemaal over het energielandschap en de waterschappen daarin? En daarna dan gaan we naar drie inspirerende sprekers. Zeer gedreven waterschappers zijn het stuk voor stuk. We beginnen met Radha Sukar. Radha, misschien Michelle, misschien wil jij Radha even in de spotlight zetten. Radha kwam voor de masteropleiding watermanagement naar Delft en is hier gebleven voor de liefde. En daarmee is Nederland en een bijzonder waterschap Vallei en Veluwe een gedreven watermens rijker. Maar ze zet haar kennis niet alleen in Nederland in, ook in het buitenland met haar eigen onderneming My International. Ze zoekt voor Vallei en Veluwe, zoekt ze samen met partners naar manieren om waterbeheer in te zetten voor de energietransitie. En vandaag vertelt zij over het veranderende energielandschap en de rol van de waterschappen hierin. Daarna krijgt Michel Masseus zometeen het woord. En hij is een relatief nieuwkomer in de waterwereld, want hij werkte vooral voor KPN. Oh, kijk, nu is Michel ook in de spotlight, dus kunnen we allemaal even zien. Hij heeft zich de afgelopen jaren op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen verdiept in duurzame energiesystemen. En pakt dit thema voortvarend op als adviseur energie en duurzaamheid bij Waterschap Drenthe Overijsselse Delta. Hij zal straks het concept van de RWZD als energiehub toelichten. En als laatste spreker hebben wij Frank Groot. Werkt zo'n 28 jaar met passie bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Kijk Frank, we hebben jou nu ook in beeld. En sinds de liberalisering van de energiemarkt, dat is alweer zo'n 20 jaar geleden, zet hij zich af en toe ook in voor energievraagstukken. Of af en toe, af en aan, want dat komt best vaak voor. En liefst innovatieve projecten samen met veel andere partijen. En zo ook de transformatie van RWZD Everstekoog op Texel tot energiehub. En hij zal straks vertellen hoe dat er nu uitziet, die energiehub daar. Nou, als we de drie sprekers gehoord hebben, dan gaan we naar een paneldiscussie. Dus dan kunnen jullie al jullie vragen stellen. En tot slot hopen we om 10:55 af te ronden. En ik geef het woord aan Radha. Ga je gang. Goedemorgen en een fijne kennisfestival toegewenst voor iedereen. Ik zou het wel hier hebben over de toekomstige energielandschap. En dan kunnen we zien in de volgende bladzijde dat wij te maken hebben met de klimaatverandering. Hiervoor hebben we het akkoord van Parijs voorgetekend, klimaatakkoord en de aardgasvrije wijken. Dat wil zeggen dat wij een omschakeling willen maken van de fossiele bronnen van energie naar duurzame en hernieuwbare bronnen, zon en wind voorop. Maar daarbij, en dat zie ik in de volgende dia,
hebben we te maken met de huidige net. En de netcapaciteit die op dit moment is en de inrichting. Want wat wel het geval is, sta je bij in de nabijheid van een groot station, dan kun je heel veel wind- en zonvelden aanleggen, zodat je het ziet hier aan de rechterkant. Sta je bij een kleine, dan kun je bijna niks. En dan mag je ook wel blij zijn als er ruimte is op het net überhaupt om te leveren. Want het huidige net is uitgelegd op het leveren en niet ontvangen van die opgewekte stroom. Maar hoe moet het dan? En als wij kijken in de volgende blad, dan zien we dat wij met wat wij hebben gezegd, klimaatverandering, energietransitie, wij doen heel veel met zon en wind, zoals op land, maar ook in de zee voornamelijk. Je ziet hier die agglomeratie in Groningen, in Zeeland, in Noord-Holland en Veluwe, Flevoland. En die nieuwe opwek die kent een grillige patroon, zoals Michel zei. Het is niet altijd beschikbaar. In de winter wordt zeker moeilijk als het niet waait. En wij moeten onze gedrag dan afstemmen van wanneer de stroom is, dan kunnen we het gebruiken. Dat ademt allemaal naar nieuwe concepten zoals de energiehub. En dat zien we in de volgende blad bij een land die op ons voorloopt, Denemarken. Je ziet dat het net bestaat van verschillende hubs, waar de opwek en het gebruik geconcentreerd is. En die hubs zijn een soort backup voor elkaar, zodanig dat je het wel de kansen vangt van waar het waait en waar het zonnig is. En als we kijken in de volgende blad van wat wij hier kunnen betekenen als waterschappen. Wij zijn op onze installatie zijn we een grote gebruiker van energie. En we hebben heel veel aansluitvermogen wat wij kunnen benutten, heen en weer van stroom. We wekken heel veel energie en wellicht kunnen we wat betekenis hebben voor die energietransitie en maatschappelijke kosten verminderen. Zeker omdat wij een spreiding over het land hebben. En wat kunnen we daaraan doen? Dat zien we in de volgende blad. Wij hebben een onderzoek gestart waar de opdrachtgever is de Unie van Waterschappen. Verlijn Veluwe en WDOD nemen de leiding daarover. En dat doen we met heel veel broeders en zusters van waterschappen en belangrijke stakeholders vanuit de netbeheer, provincies en kennisinstituten. En wat houdt het onderzoek in? Dat zien we in de volgende blad. Het is twee sporen onderzoek. In de eerste gaan we een analyse maken van die RWSI's die we hebben in beide onze beheergebieden. Waaruit moeten we een concept kunnen halen van wat is een hub, wat is een RWSI als hub? Hè? Wat is potentieel om te beschouwen als een hub? En daar neem je heel veel elementen mee in overweging. De grootte, de opwek, de nabijheid van de RWSI en de netcapaciteit. Dat is spoor 1. En als wij naar spoor 2 gaan, dan gaan we de diepte in. En wij hebben een pilot in ons beheergebied. Dat gaat over de beheer van energiestromen. WDOD, daar zal Michel meer over vertellen, gaat over waterstof als opslag. En even kijken in de volgende blad naar onze spoor. Zoals gezegd zijn we voortvarend als Verlijn Veluwe in de energietransitie. Een grote bel biogas, maar ook de oudste systeem van aquathermie in het land. En we zijn volop bezig met zon en wind en aquathermie voor ons, maar ook voor die maatschappelijke partners, gemeenten vooral. We gaan hier uit van wat is nodig. Neem bijvoorbeeld de RWSI Harderwijk, waar heel veel opwek is, en vraag en aanbod. Hoe ga je dat op elkaar afstemmen? Wat heb je aan opslag? Dat moet leiden van wanneer kun je wel
optimaal, lokaal, alles wat je oppakt, gebruikt en ontziet dat het net last van hebt. En de laatste sheet is een aanmoediging om niet bang te zijn van verandering. Dat was het wat mij betreft. Dankjewel, Rada. Mooi verhaal. De context is gezet. En nu gaat Michel het stokje overnemen om te vertellen, om wat meer verdieping te geven op hoe zo'n RSD als energiehub zou kunnen fungeren. Michel, ga je gang. Oh, we horen je nog niet. Ja. Ja, goeiedag allemaal. Welkom. Ik wil jullie graag meenemen met de RSD als Smart Energy Hub. En met name het verhaal van de kip en het ei. Wij denken dat de waterschappen een hele interessante positie hebben, waar we zowel de kip als het ei hebben als het gaat om het gebied van waterstof. In de volgende sheet zie je kort het programmaatje wat ik waar ik jullie mee wil nemen. Allereerst even de energie, de RSD als energiefabriek. Vervolgens zagen we net al dat we regie op energie willen hebben, omdat de grilligheid steeds groter wordt. Ik wil je even meenemen in die wereld. En vervolgens hebben we een aantal kansen als RSD als Smart Energy Hub met waterstof. En twee interessante cases die ik jullie wil delen, zeg maar, die we verder uitgewerkt hebben in de vorm van werktuigen en sliptransport. Op de volgende sheet. Dat is eigenlijk de wereld waar we nu in zitten. En er is een storm op komst. Aan de ene kant zie je dus dat prijzen op een bepaald moment in de markt, dat je geld toekrijgt als je elektriciteit afneemt. Dat was afgelopen voorjaar in april. En je hebt periodes dat de prijzen heel hoog zijn. Zoals nu bijvoorbeeld is er geen zon en heel beperkt wind. Dus dan zijn die prijzen hoog. Dus dat wordt steeds grilliger, dat patroon. En aan de linkerkant zie je dat de stroomstoring in Den Haag is ontstaan, doordat er geen stroom is. Dus de beschikbaarheid en betrouwbaarheid is heel belangrijk voor onze kerntaken. En ook aan de rechterkant, de directeur van TenneT geeft aan van in 2025 is het allemaal niet zo zeker meer dat stroom altijd beschikbaar is. Het middelste plaatje eigenlijk zie je dus de netwerken, zeg maar, die eigenlijk steeds voller raken doordat duurzame energie, dat er geen plek meer voor is en er moet uitgebreid worden, wat Rada net ook al aangaf. En dat was ook een van onze triggers om te kijken van hoe kunnen we nou waterstof of andere vormen daarin gebruiken. In de volgende sheet zie ik even een overzicht van de zuivering. De meeste denk dat die wel kennen. Aan de linkerkant zien we steeds meer opwekmogelijkheden in de vorm van zon, wind. En biogas is al wat we nu al jarenlang produceren en waar we onze energie uit kunnen gebruiken. Dus het wordt steeds meer een energiefabriek eigenlijk. De sheet daarop. Eigenlijk belangrijk, betaalbaar, beschikbaar en betrouwbare energie. Altijd voor onze kerntaken superbelangrijk. Voor zowel het zuiveren van ons water als ook het waterpeil. Veiligheid, op orde houden. En de grilligheid van de energie, van de duurzame energie. Ja, daar willen we grip op hebben. En daarbij is het belangrijk dat we daar regie op krijgen. En daar hebben we een hele mooie kans in. En de volgende sheet, daar zien we eigenlijk dat waterstof een heel interessante mogelijkheid is voor onze zuivering om het te produceren. We hebben een unieke positie. Net al even gezien, de efficiëntie van waterstof. Er ontstaan ook reststromen bij vrij, een groot deel van warmte en ook zuurstof. En die kunnen we beide heel interessant inzetten op onze zuivering. Zuiveringen waar biogas geproduceerd wordt, dus biovergisting, is ook een veel warmtevraag. En die warmte van de elektrolyse kunnen we prima gebruiken voor dat soort toepassingen. En daarnaast ontstaat er ook zuurstof. En zuurstof zouden we weer prima in kunnen zetten voor het zuiveren van water en daarmee ons elektriciteitsbehoefte omlaag brengen. Dus eigenlijk een besparing creëren. Op de volgende sheet. Daarin zien we eigenlijk dat net als de mensen die thuis een zonnepaneel hebben, er wordt energie opgewekt. Vervolgens wordt dat verbruikt. Dat is natuurlijk het plan om dat zoveel mogelijk te doen. Wat je over hebt, dat kun je terugleveren aan het net. Maar als je geen capaciteit op het net hebt, dan heb je een probleem. Nou, opslag is daar een mogelijkheid in om dat op te slaan. Er zijn diverse mogelijkheden. En een van de, van de opties die we nu aan het onderzoeken zijn, is naast accu's ook waterstof om het daarin op te slaan. De volgende sheet. Daarin zien we eigenlijk dat
de zuivering, dit is dan Zwolle Voorst, dat hij een hele strategische positie heeft. En op de zuivering zelf wordt zon en biogas geproduceerd. Maar er is ook sliptransport wat daar komt. En ook in de omgeving zie je allerlei partijen die mogelijk een afnemer kunnen zijn van waterstof. Er zijn bedrijven die hoogthermische energie nodig hebben in het noorden van het plaatje, zeg maar. Maar ook veel zwaar transport en de A28 hier om de hoek. Dus allerlei kansen. De volgende sheet graag. Dat is eigenlijk de kip en het ei. En er zijn twee cases die we uitgewerkt hebben. En een van die cases, dus naast de productie, hebben we ook dat een behoefte hebben aan energie. En de volgende slide is één case uitgewerkt. Dat is eigenlijk, dat zijn onze werktuigen. We hebben een groot aantal werktuigen om ons land te kunnen, ons waterschap te kunnen onderhouden. En dat zijn maaiboten, tractoren, kranen. En die verbruiken een grote hoeveelheid diesel. Zo'n 534.000 liter op jaarbasis. En hoe mooi zou het zijn als wij de waterstof die we opwekken ook zelf kunnen gebruiken. Dus we zijn nu met leveranciers aan de slag om te kijken hoe we dat kunnen inzetten. En een tweede is het sliptransport eigenlijk wat we kunnen gebruiken. Dat was even kort mijn verhaal. Michel, dankjewel voor je verhaal. Ja. Ik denk dat je mooi hebt toegelicht wat de kansen allemaal zijn. En Frank, die gaat nu vertellen hoe het ook al in de praktijk wordt gebracht op Texel. Ga je gang, Frank. Ja, dankjewel. Goedemorgen allemaal. En terwijl we kijken naar een fantastisch energielandschap op het eiland Texel, wil ik graag wat meer vertellen over de wijze waarop we samen met de partners op het eiland een bijdrage hebben kunnen leveren aan de energietransitie op het eiland. De volgende sheet zien we een voor velen denk ik bekende uitdaging en ambitie van het schap om meer zelf op te wekken, minder CO2 uit te stoten en uiteindelijk ook energie-neutraal te worden. Dat is een mooie uitdaging voor het schap, maar ik zei al, een energietransitie, dat doe je niet alleen, dat doe je met partners. En op de volgende pagina hebben we een heel belangrijke partner in beeld gebracht. Kenmerkend gebouw op Texel, waar de schapen uit de wind kunnen zitten. En dat is de gemeente Texel zelf, die 100% energie-neutraal wil zijn in 2020. Dat klinkt een beetje raar als we al in 2021 leven. Maar je moet bedenken, het project is gestart in 2016. En de gemeente wilde eigenlijk helemaal van het vasteland af, met dus de kabel naar het vasteland doorknippen. Dus Texel Off-Grid, dat werd het project. En omdat de energie duurzaam wordt opgewekt, is het een low carbon off-grid community. En dat was een prachtige term waar meerdere eilanden in Europa heel enthousiast van werden en ook meerdere gebieden. En op die manier hebben we ook een Europese subsidie kunnen krijgen. De feiten, daar ging het om. Zowel het Hoogheemraadschap als de gemeente gebruiken heel veel energie op het eiland. Hoeveelheden, die zijn natuurlijk een klein beetje schaalbaar. En de foto is belangrijk, want dit is de foto voor aanvang van het project. We zien daar de zuivering Everste Kroog. Die is gecentraliseerd. Er is nu één zuivering op het eiland. Met achter de zuivering hele fietenfilters. En het project heeft zich dan ook gericht op drie belangrijke pijlers. Volgens de volgende dia. En dat is het opwekken van elektriciteit. We willen elektriciteit produceren, zowel op land als water. We weten dat de opwek en het gebruik niet één op één gelijk zullen lopen. Maar bij de opwek van zonne-energie valt niet veel te sturen, maar in het gebruik wel. Dus er is ingezet om slim te gaan sturen voor alle objecten op het eiland Texel. En daarnaast ontkom je niet aan het feit dat er ook energie opgeslagen zou moeten worden, hoe slim je ook stuurt. Dus er zullen altijd momenten zijn dat je echt energie nodig hebt, terwijl je dat niet produceert op dat moment. Nou, hoe ver zijn we daarmee gekomen? Op de volgende dia, als u zich de eerdere dia nog herinnert, dit is inmiddels gerealiseerd. Het waterpartij, daar liggen zonnevelden op en ook op het land zijn zonnevelden geplaatst. Het waterschap heeft de panelen op het land geplaatst, dat is wel grappig. En de gemeente die heeft de drijfpanelen op het water geplaatst. De panelen voor het waterschap die zijn voldoende om jaar rond zoveel energie te produceren als de hoeveelheid energie die wij gebruiken.
In die zin zijn we energie-neutraal. Maar goed, dat is nog steeds weer het verhaal jaar rond. De gemeente is ondertussen ook nog op zoek naar andere plekken om energie op te wekken. En dat zou ook misschien wel met getijden of andere energie kunnen gebeuren. Energie opslaan is ook een belangrijke. De volgende dia is te zien. Links een unit van een vanadium redox flow battery. 4 van de units die passen in de container rechts. En op die manier hebben we elektrische energie slaan we op in een, ja, echt een batterij. Het is ook echt elektrische energie die erop geslagen wordt. Het is een innovatieve batterij. Nou, op YouTube zijn er heel veel filmpjes te vinden van hoe dat dan precies werkt. En dat is interessant om naar te kijken. En als derde pijler hadden we het sturen van het energieverbruik. En dat is weergegeven op de volgende dia. Daarin zien we de dashboards die we gebruiken. Dit was een vooruitstrevend project, omdat er een aantal dagen vooruit werd gekeken. Toen werd niet alleen gekeken naar het energieverbruik, zoals we dat zouden kunnen voorspellen, maar natuurlijk ook naar de opwek, wat voor weer wordt het. Maar ook hoeveel neerslag valt er en hoeveel zouden we dus weg moeten gaan pompen. Hoe gaat het rioolstelsel zich gedragen? Die combinatie was nieuw. En er is met 3DI voorspeld wat de waterstanden worden. En dat maakte dat er ook weer nieuwe programmatuur gemaakt moest worden. En dit zijn de dashboards waarmee we dus eigenlijk op dit moment kunnen zien hoeveel zon er is op Texel. Een volgende dia laat zien dat er behalve de ambities die er lagen er ook gebouwd moest worden. Op het zuiveringsterrein is een werf gebouwd en daarvoor moest er ook een persleiding verlegd worden. En de twee rode strepen laten zien dat dat verleggen van die persleiding direct ook is gebruikt om ervoor te zorgen dat warmte uit het afvalwater gebruikt kan worden voor de verwarming van het gebouw. Samen met de zonnepanelen natuurlijk die bovenop het gebouw zijn gekomen. Nou, dus de drie pijlers die heb ik u verteld. Als we naar de volgende dia gaan, dan komen we op het terrein wat Michel ook aanstipte. De gemeente heeft samen met de Europese Unie of van de Europese Unie een extra subsidie gekregen. En we zijn nu samen aan het uitzoeken of we nog meer energie kunnen opslaan door daar waterstof van te maken. Maar nog veel belangrijker, en het eerste idee was om die zuurstof die daarbij geproduceerd wordt niet zozeer direct in de beluchting te zetten, maar om daar ozon van te maken. En met die ozon medicijnresten en andere micro's uit het water te verwijderen. En dat is natuurlijk een prachtige combinatie van een verhaal over energietransitie combineren met een verbetering van je effluentkwaliteit. En zeker op een eiland als Texel, waar zoetwater heel belangrijk is, is dat natuurlijk een hele mooie combinatie. Daar zijn we nu de business cases voor aan het opstellen. De laatste dia heb ik nog eventjes laten zien. Ik zou eigenlijk voor willen stellen, dit is zo'n mooi energielandschap. Ik zou iedereen die hier nu zit te luisteren willen uitnodigen om een keer op Texel te komen kijken. En niet alleen de winnaar van de quiz. Dank u wel. Nou, dankjewel voor de uitnodiging, Frank. Dat ziet er aanlokkelijk uit. Gaan we dan ook zeehonden spotten? Wat mij betreft. Nou, hartstikke bedankt voor jullie mooie verhalen. Ik denk dat mooi de context is geschetst. En dat we ook heel veel inzicht hebben gekregen in de mogelijkheden die er allemaal zijn bij een RWZI.